Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een speciaal uitlegfilmpje over engelen. Ik had op mijn Zoom-groep een speciale vraag en ik zal hem even opzoeken. Hoe zit het met mensen die overleden zijn, die wel communiceren met de levenden? Betekent dat dat ze hun eindreis hebben gemaakt en dat ze niet nog een aards leven hoeven te doen, dus nog een rondje aarde? Mijn zoontje heeft al lang mijn opa af en toe kunnen horen en zien. Helaas wordt dit steeds minder. Heeft dit dan met het afsluiten te maken van de kinderen? Je hoort vaker dat kinderen op een gegeven moment het vermogen verliezen. Dan nog een vraag. Hoi Klaske, ik vraag me af, al een hele tijd af, hoe het zit met je beschermengel, maar deze ziel is weer terug op aarde gekomen. Hoe kan deze ziel jouw beschermengel zijn? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Engelen kunnen op verschillende plekken tegelijk zijn en wij ook. Wij kunnen als mensen ook op verschillende plekken in verschillende dimensies tegelijk zijn, alleen wij kunnen dat helemaal niet bevatten. Dus daarom kunnen we dat ook niet bedenken dat dat mogelijk is. En dat moet je dus ook niet doen. Op het moment dat jouw beschermengel een leven hier op aarde weer gaat leiden, misschien zelfs wel als jouw kind of als jouw leraar of wat dan ook, dan zal die ziel, onze ziel kan gewoon, we nemen even 12. Onze ziel bestaat uit 12 onderdelen. Dit is onderdeeltje 1. Dat zit hier op aarde filmpjes te maken. Ondertussen kunnen de andere 11 onderdeeltjes van mijn ziel geboren worden, beschermengel zijn of iets anders gaan doen. Dus omdat wij in een stoffelijke 3D-wereld zitten, kijk, als wij straks naar de 5D-wereld gaan en later nog naar de 8-dimensionale wereld gaan, dan kunnen we weer veel beter gebruik maken van al onze onderdeeltjes van onze ziel. Dus onze ziel moet je bekijken als één onderdeel. Als een boeket met bloemen, waarvan de geur even hier op aarde gaat en de andere geur die gaat daarheen en daarheen en daarheen. Dus je kan op 12 verschillende plekken tegelijkertijd kan jij actief zijn vanuit jouw oerziel, vanuit de grond van jouw ziel. Dus eigenlijk moet je daar niet over nadenken, want jij hebt hier op de aarde, op planeet aarde, heb je gewoon een beperkt denkvermogen. Iedereen. Anders kunnen wij hier niet leven in deze drie-dimensionale wereld. Dus zo kan, want ik weet ook, mijn vader is bijvoorbeeld bij mij, maar ik weet ook dat hij al een nieuw leven hier op aarde is begonnen. Maar hij is nog steeds bij mij. En dat kan gewoon. En hij kan ondertussen zijn werk boven voor God en voor de eindtijd ook gaan doen. Dus in ieder geval, iedere ziel kan 12 stukjes tegelijk doen. Tegelijk beleven, doorleven. Maar omdat wij op aarde in onze driedimensionale werkelijkheid zitten, kunnen we ons dat niet bevatten. Dat is net zoiets als de Matrix. Neo die plugt dan achterin, maar dan heeft hij in de Matrix, in het schip, de Nebuchadnezzar, die heeft hij daar ook een leven. Maar hij doet even een stukje leven in de Matrix, in het hier en nu van die Matrix daar. Als je de Matrix niet hebt gezien, dan moet je dat nog even bekijken. Dat is dan. Hoe zit het met over... Nou, zo kunnen we dus ook communiceren met onze ziel. En eigenlijk zou je ook kunnen communiceren met alle onderdeeltjes van je ziel. Dus ook met de onderdeeltjes van de andere kant. Over kinderen. Ja, dit is niet een heel lang filmpje. Want ik krijg zo meteen bezoek. Dus ik moet even opschieten. Dus heel kort en bondig. Wanneer kinderen hier op aarde geboren worden, hebben ze tot een jaar of 6... 5 jaar en 8 maanden ongeveer, dan is dat proces al in volle gang. Dan hebben ze nog toegang, heel, heel snel toegang tot die 12 stukjes van de ziel. Dus kunnen ze ook heel goed communiceren met opa of oma of andere overledenen en zien ze van alles om hun heen gebeuren. Op een gegeven moment zal ook dat aardse
vaste grond moet hebben. Vanaf een jaar of 5 jaar, 8 maanden, 6 jaar. Dan gaat een kind ook leren rekenen, schrijven, fietsen, moesten ze al doen. Zo langzamerhand worden ze steeds aardser. En dat is dus ontzettend belangrijk. En daardoor vergeten ze ook dat stukje van de hemel. Dus daarom verandert dat. Hallo. Ik heb bezoek. Hi. Ik kom, ja. Heerlijk, hè? Mensen die me gewoon lekker opzoeken. Gisteren ook al, was gewoon super. Dus vanaf 6 jaar is dat de reden waarom kinderen hun een verbinding met boven, hè? Het zit naast ons, in ons, op ons, door ons heen. Maar dan gaan ze veel meer in de aarde leven. Nou, heel kort en bondig even uitgelegd. Ga ik nog wel meer filmpjes over maken. En in de Engelencursus hebben we het er ook over. www.lumeria.nl. En vandaag, misschien zijn ze al gekomen, want ik zit dus boven, komen mijn nieuwe engelenboekjes thuis. Zal ik straks laten zien. www.lumeria.nl. Een fijne dag. Dag allemaal.